In de wandeling is mijn naam Hortensia. Ik ben poorteres Hortensia. En ik doe dat samen met mijn compaan, poorteres Zulma. En wij zijn alle twee per ongeluk uit de 16e eeuw hier in het 21e eeuwse Antwerpen terechtgekomen. Dus we vertrekken aan het Steenplein. En wij komen zogezegd uit het Flandria-huisje. En dan hebben wij voor de kinderen een zoektocht met vragen op een perkament. Want ze moeten op zoek naar het huis van Quinten Matsijs. En dat huis is gelegen in de Pelgrimstraat. Daar moeten we dus uiteindelijk terechtkomen. En aan de hand van vragen, opdrachten, spelletjes die ze moeten doen, zoeken ze dus met onze hulp uiteraard hun weg door de stad om dat huis van Quinten Matsijs te vinden. Kinderen beleven die de stad op een andere manier. Kan aannemen dat die door andere ogen kijken als volwassen mensen. Uiteraard kijken je door andere ogen. Trouwens, die wandeling is voor ons eigenlijk even plezierig als voor die kinderen. Want de reacties die je krijgt, die zijn onvoorstelbaar. Dus de leeftijdsgroep zit tussen 5 en 10. Dat is de ideale leeftijd. Voor de ouderen wordt het wat kinderachtig. Maar zeker die kleintjes, zo'n 5, 6, 7-jarigen, bijvoorbeeld, als we van het Steenstraat oversteken, ja, dan rijden auto's. Ja. En dan één van ons twee schrikt zich een ongeluk van zo'n auto. Want dat is des duivels. Een rijtuig dat zonder paarden zomaar alleen uit zichzelf voortbeweegt. Dat kan toch niet. Ik heb eens een ventje gehad, die was 5 jaar, dat mannetje, die was zo. Die heeft dan al gedaan om aan mij uit te leggen wat een auto was. En hoe dat werkte. En hoe dat in elkaar zat. En de hele wandeling lang, want we waren uiteindelijk nog maar net vertrokken. Elke keer als die ergens een fiets zag of een brommer, dan kwam die naar mij. En dan zei hij, Hortensia, niet bang zijn, hè. Dat is een fiets. En in onze tijd is dat normaal. Allee, ja, dus zo van die toestanden, dat is onbetaalbaar. Hè.